Dames en heren, goedenavond. Welkom bij deze laatste Studio Sport uitzending van vandaag. En zoals u van ons kunt verwachten, centraal in deze uitzending, in deze weken, is de Tour de France. Aan het einde van deze uitzending is er ook nog voetbal. Pierre van Hooijdonk op zijn eerste dag bij Feyenoord. En we volgden ook een voormalig idool van het legioen, Peter van Vossen. Hij is dit seizoen te bewonderen in het shirt van... Dat het materiaal weer vooraan staat. Hoge velgen, gladde helmen en dichte wielen. Allemaal de strijd om de aerodynamica, de strijd om de seconde. De eerste ploeg die mag starten is het Franse Cofidis. Waar kopman Miller gevallen is en de klassementsrenners Aceanza en Kvyat gisteren op 18 minuten binnen. No, I think I'm not confident. No, I'm not confident at all. I'm just taking each minute by each minute at the moment. I'm having a horrible time. You're thinking series of leaving the Tour de France? It's getting, yes, becoming, yeah, an option now. Is there any confidence in the team? Because Aceanza and Kvyat and yourself were also behind yesterday. Yeah, no, the morale's pretty low in the team. But they're okay, they'll just go for stages now, so it's okay. It gives them a lot of room for going for stage wins, yeah. Behalve de twee van Cofidis was er nog een tiental andere klassementsrijders dat gisteren op achterstand binnenkwam. Gunstig dus voor Michael Bogert. Nou ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik had liever weggebleven met een groepie. Dus. Maar goed, dat zat er niet in. En als je dan finisht en je kijkt op je hotelkamer de uitslag en je ziet Aceanza, Kvyat, Piepoli allemaal op 18 minuten. Dat toch niet een lekker gevoel? Nee, ik heb er echt niet naar gekeken. Ik vond het veel te jammer dat ik niet vooruit kon blijven met die groep en die andere mannen, daar heb ik eigenlijk helemaal niet naar gekeken. En dat zegt eigenlijk wel genoeg. Michael Bogert denkt niet alleen maar in klassementen, maar vooral vandaag aan de ploegentijdrit. Hij was zenuwachtig, want zou de tactiek van Theo de Rooij wel werken? Ja, we gaan dus starten met een Bakker op kop en dan heb je Wouters, Lots, De Groot, De Jong, Dekker, Nierman, Bogert en Verheijen. Die jongens hebben dat zelf ook een beetje uitgedokterd. Maar heeft dat mee te maken met lengte of met kracht? Dat heeft met lengte te maken. Dat heeft ermee te maken dat je een aantal goede jongens achter elkaar hebt. Maar dat je ook niet te veel jongens achter elkaar hebt waarvan je van tevoren kunt inschatten dat ze misschien iets minder zijn in de ploegentijd. Dat je die toch aan de ene kant kunt sparen. Aan de andere kant ook niet dat je dus dat tempo te lang weg laat zakken. Dat tempo toch steeds weer wordt opgetrokken. En dat heeft er ook mee te maken dat... Als er dus een hele sterke renner op top komt en dan moet een wat zwakkere renner achter je aanpikken, dat is ook niet ideaal. Dus een renner die van kop afkomt en die wordt afgewisseld door een hele sterke man, die moet zodanig goed zijn dat hij het wiel kan aanpikken. En dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden. Er is bij de Nederlandse ploeg dus over nagedacht. Dat is wat anders bij Domo Farmfried, bij de Belgen. Ja, we hebben een volgorde afgesproken wie achter wie rijdt. Dus van klein naar groot oplopend. En we hebben vanmorgen even doorgesproken. Het is niet zo dat wij speciaal voor de ploegtijdrit iets gedaan hebben, voor getraind hebben of iets. Dat eigenlijk niet. Want de ploegentijdrit is toch vooral belangrijk voor het klassement. En dus voor Lance Armstrong en zijn US Postal ploeg en der Jan Ulrich met het Duitse Telekom. De Duitsers toonden zich de afgelopen dagen een veel beter collectief. Maar in de race tegen de klok zal het pas echt duidelijk worden. En dat was dus vanochtend bij de start in die historische plaats Verdun. En wat stond de renners op deze 12 juli allemaal te wachten? We zitten nog steeds in het noorden van Frankrijk. Lang was de etappe vandaag niet, 67 kilometer om precies te zijn. Het ploegengevecht tegen de klok, start in Verdun en de finish in Bar-le-Duc. Het is niet alleen een ploegentijdrit vandaag, maar ook een race van de kopmannen, de klassementsrijders die elkaar proberen seconden af te snoepen. Ulrich en Armstrong bijvoorbeeld. Maar ook Bellocchi, de Spanjaard, en Moreau, de kopman van de Festina-ploeg. En wat te denken van Stuart O'Grady, die zijn gele trui wil verdedigen. En intussen zijn de Rabo-renners goed en sterk onderweg. Hier komen de jongens van de Rabobank aan. Ja, dit is een goede tijd. Kijk. Ja, je wordt doorgereden. De tanden zijn bloot. Zijn ze nog allemaal samen? 7, 8. Ja. Ja. Kijk, dat ziet er goed uit. Ja,
Telecom-ploeg heeft na 19,5 kilometer niet de beste tijd. Zeker niet de beste tijd. We staan niet meer bij de eerste vijf nu. Mapai is erbij gekomen. Een halve minuut achter op de Rabobank-ploeg. Is dat tactiek? Rustig beginnen? Ja, de finale is wel erg lastig, maar meer dan een halve minuut verliezen na 19 kilometer is toch al behoorlijk. Deze ploeg, daar zijn we ook benieuwd naar. Vandaag mogen ze alleen in het geel rijden omdat ze geen tijdrij pakken in het roze hebben. En het is niet verwarrend met de gele trui, ze rijden niet in een peloton. US Postal komt door na 19,5 kilometer. 14 seconden achter op de Rabobank. Daar komen de vijf man van de ploeg van De Rooij en van Houwelingen aan. Nou, vol sprinten, heren. En dan hebben jullie een mooie 67 kilometer hebben jullie hier afgelegd. En in ieder geval voortdurend bovenaan gestaan. 1 uur 23 minuten. Adel verplicht, zou je haast zeggen. En hier zijn ze er. In 1.23.19.46. Dat is een gemiddelde van 48.250 meter. Dat is een hele goede prestatie. Maar we van tevoren dachten, nou op de eerste vijf, dan hebben ze het heel goed gedaan. Misschien zit er wel een verrassing in. Intussen komen de andere ploegen steeds beter op stoom. De Onze ploeg bijvoorbeeld met kopman Belocchi. Onze die vorig jaar de ploegentijdrit won. En wat te denken van de klimmers van Kelmen met kopman Botero. Die kort staat in het klassement. 33 seconden op O'Grady. Ook de Festina's rijden erg goed met de grote uurwerken achter op de rug. Goed voor Moreau, derde in het algemeen klassement. Maar de grootste verrassing is het rijden van de ploeg van Stuart O'Grady, die zijn gele trui heldhaftig verdedigt. Dan is er plotseling paniek bij de Telecom-ploeg die toch al niet goed rijdt. Erik Zabel rijdt lek en kopman Jan Ulrich besluit door te rijden. Zonder Zabel dus, maar Telecom is niet de enige ploeg met pech vandaag. Oh, valpartij bij de US Postal ploeg. Is dat Armstrong? Nee. Heras? Heras is dit. Waar vallen ze? Armstrong zit rechts voor. Ja, op de derde positie vallen ze. Heras valt en het is Van der Velde en Heras. Het is een wonder dat er maar twee vallen. Midden in de ploeg. Armstrong. Armstrong zegt wachten. Ja, hij heeft natuurlijk ook gehoord dat ze een minuut voorsprong hadden. Het gaat om het duel tegen Telecom. Het gaat niet om deze etappe te winnen. Dat zal hem verder een zorg zijn. Hij kiest dus voor dat duel. En hij kiest voor Heras. Om die mee te nemen. Goed in het klassement te houden en in de bergen een pion te hebben. Dat is het. Om hem vooruit te kunnen schuiven. En dit is voor hem secondenspel. Die eventuele overwinning, ja dan nee, die laat hij. Heras en Van der Velde komen eraan en nu is het vol gas. Agricole komt op 45 kilometer en dan hebben we ze daar allemaal gehad en dan weten we hoe het zit. Die rijden een stukje sneller. Dat wou ik zeggen. Waar halen die dat vandaan? En die zijn nog met 2, 4, 6, 7. Die zijn er 2 kwijt en die rijden het snelste. Wie heeft daar super benzine in? Zeer verrassend wat hier gebeurt. Crédit Agricole, de snelste op 45 kilometer. Voor Onze, voor US Postal, voor Festina, voor Kelmen. US Postal nu 15 seconden achter op Kelmen. Ja, die valpartij. Ze hadden 17 seconden voorsprong op 45 kilometer, dus ze verliezen een halve minuut. Dikke valt nog mee eigenlijk. Valt mee. De volgende ploeg die we zo direct moeten krijgen is Kelmen. En dat wordt interessant om te zien wat de Spanjaarden gedaan hebben. Daar zijn ze. 7 man. Niet binnen die 1.23 grens komen.
Maar wel het snelste tot nu toe. Verrassend, verrassend, verrassend. Leras maar steeds in het laatste wiel. Die gaat er intussen uit. Wordt te lastig. Kjergaard. Ja, Kjergaard. En hier is Djulic. En die heeft problemen. Die heeft problemen. Bobby Djulic. Wat is er met hem gebeurd? Hij komt terug. Dan heb je een gele trui en je hebt een leider. Ja, dat is een moeilijke beslissing. Dat is een moeilijke beslissing. Ik zei dus, na 60 kilometer hadden ze een achterstand van 15 seconden. Hebben ze flink doorgeharkt die laatste kilometers. Het gaat tussen Armstrong en Ulrich, weet u nog? Kijk eens aan, dat is toch wel klasse, Erik, wat ze nu doen. Heel knap. He? Ja. Heel knap. Binnenkomst onze. Kijk eens aan, zeg. Komen we nog een rap afzetten. We hebben een goed, heel goed laatste gedeelte gereden. ...1.22.03, snelste tijd tot nu toe, Onze Eroski met een gemiddelde van 48 kilometer en 990 meter. Twee ploegen dienen zich nog te melden hier op de streep, Vestina en Crédit Agricole. We gaan niet aan de tijd van Onze komen. Maar wel beter dan US Postal. Op 60 kilometer hadden ze een achterstand van 16 seconden op Onze. Dus Moreau gaat winnen op Armstrong en Ulrich. Winst voor Moreau van bijna een half minuut op Armstrong. En dan bijna een minuut op Ulrich. De verrassing zit dus echt in de laatste ploeg. Crédit Agricole wint de 67 kilometer lange ploegentijdrit. In Bar-le-Duc zijn zij de snelste van de 21 teams hier in de Tour gestart. En de jubel in Frankrijk is groot. Twee Amerikanen, een Duitser en Australië. Dat geef ik gaarne toe. Niet zoveel Fransen, maar kijk eens aan. Hier, winnende tijd. 1, 21, 32, 49 kilometer en 300 meter. De enige ploeg. Boven de 49 kilometer. De man in het geel heet Stuart O'Grady. Daar had men hem al niet meer gedacht vandaag. Maar vandaag gebeurde er veel meer dan wat men gedacht had. Verrassend en prettig. Zeker voor deze ploeg. En het is niet zo, Erik, dat we maar spoorslags moeten aannemen dat die Amerikanen en die Duitsers dat uitvechten. Er zijn nog steeds mensen die ook nog kunnen fietsen. De uitslag van deze ploegentijdrit op kaart. De overwinning gaat dus naar de Crédit Agricole ploeg met Stuart O'Grady en Bobby Djulic. Tweede wordt Onze met González de Galdiano en Bellocchi. En derde Vestina op 54 seconden met de winnaar van de proloog Christophe Moreau. Vierde US Postal met Armstrong en Roberto Heras. En vijfde heel knap Kelme van Santiago Botero. Zesde dus, ook prima, de Rabo-ploeg. Zevende wordt Telecom, de verliezer zou je mogen zeggen, de ploeg van Jan Ulrich. En dan een groot gat naar Cofidis van David Miller. Big Matt wordt negende met Stefan Hello. En Nardello, de kopman van Mapai, die ploeg wordt tiende. Straks het algemeen klassement, maar eerst even napraten over deze ploegentijdrit. En dan beginnen we met de Rabo-ploeg, want het leek niet zo goed te gaan met die ploeg. Na de overwinning in Antwerpen en na het geel van Mark Wouters. Leek, want vandaag ging het wel prima met de oranje trein. We zijn vol van start gegaan en ik heb niet anders dan tegen de jongens kunnen zeggen dat we de snelste tijd hadden. We hebben gekozen dat ik alleen met de zender zou rijden, anders ga je elkaar toch maar lopen commanderen. En het liep gewoon goed en ik heb altijd de jongens op de hoogte gehouden van de situatie. Ja, jij bent de man met de meeste ervaring als het gaat om ploegentijd te rijden. Hoe moet je zo'n race rijden?
hoe moet je zo'n race rijden? De minderen moeten zich de snelheid van de sterkste aan kunnen houden. Dus de sterkeren moeten wat langer op kop. En de minderen moeten diezelfde snelheid aanhouden, maar dan wat minder lang op kop. Dat je zo lang mogelijk met die 9 man bij elkaar kan blijven. En het was een beetje op en af vandaag. En Michael Bogert die was super. Die heb op de helling altijd heel goed doorgetrokken. Vandaag ging het goed met mij. En dan vind ik dit hartstikke mooi. En vooral het was wat beter voor mij als verleden jaar, omdat het wat geaccidenteerd was. Dus daar kon ik me mee uitleven. En daar kom ik beter in de ritme. Dan is het meer, meer draaien en keren en zo voor mij. Dat is beter. En ja, zo ging het goed. En ik vond dat de ploeg verschrikkelijk goed draaide. Echt, iedereen was gewaagd aan elkaar. Er was niemand die stilviel. Als er eentje iets minder was, namen we snel over. Dus dat was echt dat was super. Ik vond het echt heel mooi draaien. Heb je onderweg enig idee hoe het gaat? Blijf je op de hoogte van tussentijden bijvoorbeeld? Ja, want Maarten rijdt met een oortje in. Dus we konden goed op de hoogte blijven. En af en toe heb je die tussenpunten. En dan kan je het zien. Hè. Tussentijden waren veelbelovend. Die kregen jullie dus onderweg door. Wat zegt dat op dit moment? Want ja, de meeste ploegen moeten nog binnenkomen. Nou, ik weet het niet. Kijk. Als je sneller bent in het begin en ze lopen op je in, dat betekent dat hun een beter opbouwen en draaien. En wij hebben zo hard mogelijk gereden en dat vind ik heel... Ik vond niet echt dat we stil gingen vallen ofzo, dus ik vond het een hele stabiele tijdrit. En ja, ik denk dat we tot op heden heel tevreden mogen zijn, denk ik. Ja, als je ons gisteren of vanochtend gevraagd had wat we zouden worden, dan zou het... Nou, eerst 10 zou heel mooi zijn, maar het zou ook de 12 of 13 kunnen zijn. Dus als je dan... Ja, het ziet er nou uit dat we 5 of 6 worden, denk ik. Nou, dan mogen we wel heel tevreden zijn. Als je dan de proef van Ulrich klopt, dan is toch een redelijke maatstaf, denk ik. Het is onverwachts, maar ja, dat is de eigenheid aan tijdritten, hè. En vooral als ploegentijd. Ze zijn op traag vertrokken en ja, dan kun je het moeilijk nog goed maken. Hè. Als men ziet de tussentijd, waren ze 40 seconden achter. Ja, je weet het altijd te laat. Aflossingen waren waarschijnlijk iets te lang of zo, maar ja. Oké, Rabo heeft een goede ploeg daarvoor. Waren er minder goede pionnen in de ploeg? Ik zat weer de auto's, dus ik heb het niet gezien. Dat moet je aan Rudy en Mario kunnen vragen. Dat Jan heeft soms langer op kop gereden, maar dat hebben we een lekker band gehad van Zabel. Daardoor was Scheppner uit zijn kadans. Hij zet zijn pedaal gegaan, weet niet wat iets kapot is. Ja, dat gebeurt in ploegentijd. Natuurlijk hadden we graag de tijdrit gewonnen. De ploeg is sterk, we hebben een aantal tijdrit specialisten en het liep goed. We zijn niet echt heel sterk vertrokken, en omdat we wisten dat we moesten tot aan de finish geraken met zoveel mogelijk mannen. En, na die valpartij denk ik, als we de situatie overschouwen, moeten we toch tevreden zijn dat het eerst lichamelijk niet erger is en dat we toch nog een topplaats hebben in de rit. En tijd wint op Telecom. This fantastic team time trial was prepared in a special way. We definitely were a team time trial team. We have a bunch of guys that are on the team that can go well in time trials. We came up here 3 days before the tour even started and rode the course, did some intervals on the team time trial bikes, and really got our technique down. And I think if you go back and look at the video, you'll see that we were really smooth. And that smoothness and combined strength wins the team time trial. Bobby Julich van de winnende Crédit Agricole ploeg. En zo'n ploegentijdrit veroorzaakt natuurlijk wel wat veranderingen in het algemeen klassement. 3 renners van de Crédit Agricole ploeg gaan nu aan de leiding. De gele leiderstrui blijft om de schouder van Stuart O'Grady, dan Jens Voogd en Bobby Julich nu derde. Dan 3 onze renners. González de Galdiano staat vierde, dan Bellocchi en Sastre zesde. Jaksen uit Duitsland 7e, dan Moreau 8e en dan, kijk eens aan, Armstrong vinden we terug op de 15e plaats. En hij is 24 seconden uitgelopen op Jan Ulrich, die nu 19e staat. De Nederlanders, Michael Bogert is de beste op de 24e positie, op 2,47 van O'Grady. Dan Mark Lotz 72e, Bram de Groot staat 77, 130 Domo-rijder Servaas Knave. Dan 133 Maarten den Bakker, Steven de Jong 175e. 1 plaatsje erachter Erik Dekker en daar weer 1 positie achter Jeroen Blijlevens. En de laatste Nederlander 181, Max van Heeswijk. Ja, en wat is nou de conclusie na het bestuderen van al die cijfers? Dat de grote winnaar Stuart O'Grady is en dat de grote verliezer Jan Ulrich is. En Lance Armstrong, ja, veel pech vandaag voor de US Postal ploeg, maar die ploeg kan toch nog terugkijken op een redelijke tijdrit. Al was Crédit Agricole vandaag verrassend de sterkste. Ik denk Crédit Agricole, die hebben een fantastische tijdrit gereden. De ploeg rijdt enorm goed. Ze zijn super gemotiveerd voor de eerste week. Ze blijven in de gele trui.
Ik denk dat we nu tot en met de bergen een hele gemotiveerde Crédit Agricole gaan hebben. En misschien is dat voor ons beter om ons beter voor te bereiden op de bergen. Dus het ziet er eigenlijk wel goed uit? Voorlopig loopt het op die valpartij na heel goed, ja. Manolo Saïs, deuxième. Mais vous gagnez du temps sur les autres favoris pour le classement. Déçu ou content? Non, je pense que content. De toutes les façons, gagner, c'est mieux, non? Oh, j'ai dit que Crédit Agricole il porte un grand équipe, surtout pour les premières semaines de la Tour de France. Il a fait un bon équipe pour la contre-la-monde. Nous dépensons aussi en tous les carrés de la Tour de France. À la fin, je pense que pour nous, c'est mieux, non, qu'il prenne le maillot de Crédit Agricole, parce que lui va porter la responsabilité de la course. Après, US Postal avec Astron et Telecom avec Urris qui porte plus de responsabilité que nous. Many people thought you were going to lose the yellow jersey today, but there's no reason why you can't keep it for another few more days. How long do you think you've got now? Well, I know there's a pretty big Category 2 mountain coming up not far from the finish. I don't know if it's tomorrow or the next day, so that's going to be tough, but another day in yellow is pretty nice. A dream for you? Yeah, it is. I mean, it's, you know, to win a stage in yellow with your team, that's perfect. Ben benieuwd naar de terugblik op de dag van vandaag van onze heren in Frankrijk. Hier zijn Erik Beukink en Mart Smeets. Laten we even gaan praten over de inbreng van de Rabobankploeg. Gisteren met z'n allen op achterstand binnengekomen. De vraag was alleen, doen ze dat expres om over te houden? Wel, het antwoord was heel erg duidelijk. We hebben een goede ploeg gezien, denk ik. Ja, ik denk dat het een hele goede tijd is. We zeiden van tevoren, als ze vijfde kunnen worden, dan hebben ze echt het maximum gehaald. Ze worden zesde. Ze staan in de buurt van Telecom, ze rijden nog beter zelfs. En ja, ze staan er aardig tussen. Ik vind het een goede prestatie. De constatering was dus dat de Duitsers niet zo goed fietsten. Zeker in het begin hadden ze al achterstand opgelopen. Er was zelfs een moment dat de US Postal ploeg 57 seconden voorsprong had op Telecom. En toen dacht iedereen van, nou die lopen naar een grote voorsprong. Dan gebeurt het volgende. Valpartij bij US Postal. Ja, die glijden weg op de middenstreep. Er is een nieuw asfalt en net een nieuw verf erop en het is gaan regenen, dus spiegelglad. En je ziet Van der Velden, meen ik, die glijdt zo onderuit en die neemt in zijn val Heras mee. Ja, en dan denk je van, ja, wat gaan ze nu doen? Want het is in de volle finale van die ploegentijdrit. Wie moet er dan een beslissing nemen? Ik denk op dat moment kan Armstrong niet zien hoe het met die jongens is die gevallen zijn. Want ja, je weet niet wat ze hebben. Staan ze nooit meer op, dan moet je gewoon doorrijden. Maar ik denk dat de ploegleider Brunel ziet van ze zitten snel weer op de fiets. En die zal naar voren via die communicatiesystemen gezegd hebben wachten. Dus ze wachten en geven expres tijd af. Maar dat doet Armstrong en dat doet Bruineel met een gedachte erachter. Ik denk dat ze het van tevoren ook wel ingecalculeerd hadden. Gebeurt er iets met Heras? Altijd wachten. Rijdt hij lek? Dat hebben ze gedaan. En de gedachte is natuurlijk dat Heras in het hoge bergte gewoon belangrijk is. Laat je hem achter, ja, dan is hij zijn moraal ook al kwijt. En dan staat hij ook niet meer in het algemeen klassement. En Heras voor in het klassement houden, ja, dan heb je altijd een pion om tactisch mee in de bergen te gaan rijden. Dus het ging Armstrong en Bruneel, niet alleen maar om de eventuele etappewinst van vandaag, ze dachten verder. Ja, en die tussentijden hoorden ze ook wel dat ze op Ulrich, ja, daar stonden ze op voor. Dus dat risico, ja, was dan niet zo groot. En ik denk dat ze een half minuutje ermee mee verliezen. Maar dat was inderdaad niet het belangrijkste voor vandaag. Ze wilden Heras hier doorheen halen. En 24 seconden is toch nog de winst van Armstrong op Ulrich. Ja, daarom. Dus Armstrong is ondanks de pech die ze hebben in de rit, de grote winnaar van vandaag. In Frankrijk zullen ze nu ontzettend staan juichen, want Crédit Agricole wint de tijdrit. Franse ploeg? Ja, Franse ploeg. Ik geloof maar drie Fransen. En vier Fransen die te laat kwamen. Ik zal je even helpen. Ja. De heren Bessy, Hinault, Jenner en Morin kwamen te laat en dus moesten de vijf buitenlanders het doen. Hè? Ja, volgens mij Jenner niet eens een echte Fransman, het is nog meer een Nieuw-Zeelander. Ja. Dus dan heb je Huushoft, Noor, twee Amerikanen. Ja, en de gele trui dragen. Maar wel tijdrijders, dus dat die gele trui om de schouders van O'Grady bleef, dat kon je verwachten. Maar dat ze de ploegentijdrit gingen winnen, had ik niet gedacht. En dat ze nu in het algemeen klassement er vrij aardig voor staan. Drie man op de eerste drie plaatsen. Ja, en Julich, ja, wie weet, al een keer derde in Parijs geweest.
Dus wie weet, als hij in het hoge berg een beetje meedoet, dat hij weer een stunt kan, kan maken. Behalve het feit dat er drie man van de Crédit Agricole ploeg nu het klassement leiden, dus O'Grady, Vogt en Djulic, staan er zes man van onze bij de eerste tien. Natuurlijk een gevolg van... Ja, dat zie je altijd, dat dan hele ploegen voorin komen te staan. Maar ons heeft met Bilocchi en de Galliano, Igor de Galliano, die moeten in het hoge berg meegaan. Wat hebben we geleerd van de ploegentijdrit van vandaag? Wat hebben we geleerd? Ik denk dat Telecom toch wel een morele tik heeft gehad. De verschillen tussen de klassementsrenners zijn niet erg groot. Maar het is meer het vertrouwen wat je in je ploeg hebt. En ik denk dat Armstrong, ondanks alle pech die hij de afgelopen dagen heeft, toch kan terugkijken op weer een hele sterke ploeg. Klassementen hebben we gezien. De beste Nederlander heet Michael Bogert. Die heel sterk rijdt. Die heel sterk reed in deze tijdrit. En die een achterstand van 2,47 heeft. Dat zegt natuurlijk niks of alles. Ik vind hem wel veel beter als de afgelopen twee jaar in de eerste week. En ik denk dat hij ook in die ploegentijdrit een van de betere was. En dat is een goed teken. Bogert moet vertrouwen hebben, die moet in zo'n ronde groeien. Hij sprong al een keer mee met een ontsnapping twee dagen geleden. En dat is belangrijk, dat je in de wedstrijd zit. En ik vind hem een van de betere klimmers, dus misschien kan hij wel een dag voor een verrassing zorgen. Morgen rijden we richting het oosten naar de bijna Duitse grens. We komen in Straatsburg aan. Dat lijkt me nou typisch zo'n etappe waarin niet veel gebeurt. Ja, dat zijn we van de etappe van gisteren ook. Maar staat er een beetje wind, is het weer slecht. Er blijven nu toch ploegen proberen om met ontsnappingen weg te komen. De koers is helemaal open, dus niet echt een ploeg die gaat controleren. Crédit Agricole zal die trui nog wel willen houden. Maar hebben inmiddels ook wat mannen voor het klassement daarvoor in, dus niet ten koste van alles. De Tour blijft leuk. Ja, tot nu toe is die erg boeiend. De ploegentijdrit altijd goed voor boeiende beschouwingen. En iemand die daar ook mooi over kan vertellen is Gerrie Kneteman. Als je in Bar de Duc staat bij de finish van een ploegentijdrit, dan gaan ongetwijfeld je gedachten terug naar je eigen ploegentijdrit. Nou is een ploegentijdrit een heel raar fenomeen in de wielersport. Want normaal gesproken wint de sterkste, vooral in een tijdrit. Maar in een ploegentijdrit is het de ploeg. En is het heel vreemd dat met name de zwakste schakel in zo'n ploeg, dat is de zesde man, dat die bepaalt en bepalend is voor de eindtijd van zo'n ploeg. De mooiste ploegentijdrit die ik ooit van mijn leven gereden heb, was een ploegentijdrit die niet doorging. Ik zal het uitleggen. In 1982 was er een ploegentijdrit met de start in het Noord-Franse plaatsje Orchy. En we stonden aan de start met de bijna onoverwinnelijke rallyploeg. Tot de tanden bewapend met oorlogskleuren beschilderd reden we naar de start toe. En bij de start, echt er helemaal klaar voor, zei Bouvet, een voormalig official van de Tour de France, met een hele zware stem tegen mij als starter, fluisterde hij in mijn oor: Le départ, c'est pardonné. La course, c'est annulé. Ik denk, wat zegt die vent nou? Annulé, dat betekent dat de wedstrijd geannuleerd is. Dus ik fluister Jan Raas, die naast mij staat, in zijn oor: Jan, de wedstrijd is geannuleerd. Jan fluistert het door aan Kees Priem. Kees Priem fluistert het door aan Aard van de Hoek. Afijn, dat gerucht ging zo van man tot man, van oor tot oor. En om een halve minuut voor de start wist onze hele rallyploeg dat de wedstrijd eigenlijk niet doorging. Want de Tour de France 1982 komt stil te liggen. Eerder al, zoals eerder gezegd, manifestaties meegemaakt, maar dan altijd konden de renners weer op hun stalen rossen klimmen om door te rijden. Vandaag, bij gespannen publiek, liep het anders. Hier nog de laatste ploeg die goed rijdt. Dat is de ploeg van Joop Zoetemelk, die nu 8 kilometer voor de Nain arriveren. En dan? 6 kilometer voor de Nain staat het spel stop. De renners mogen, kunnen niet meer verder. Daar staat politie, daar staan omstanders en wat doet men? Stoppen. En dan Godet en Lévitan, de grote bazen van de Tour de France, weten niet wat ze moeten doen op dat moment, maar besluiten een uur later om de Tour de France vandaag tot een volledig halt te roepen. Zodra we de gemeentegrens van Orchy gepasseerd waren, was de wedstrijd geannuleerd. We zijn als een speer dat dorp uitgereden. We kwamen buiten het dorp, de wedstrijd was geannuleerd en we konden rechtsomkeer naar het hotel gaan. En ik kan u verklappen dat die 25 kilometer terug naar het hotel de snelste 25 kilometer waren die we ooit gereden hebben. Gerrie Kneteman.